krijgen van de patiënt vrij. Jan Kok, wat is dit voor apparaatje? Dit is een AED. Wat is dat? Een AED kan je gebruiken als iemand hartfalen heeft. En dat betekent dat we deze apparaten die helpen bij kunnen leven redden. Zeg maar. Kan het apparaatje even dicht, anders ga ik een interview met een apparaat doen. Ja? En hoe is dit initiatief tot stand gekomen? Nou, met name buurman Fred Gerritsen. Die kwam op het idee. Hij is brandweerman, heeft natuurlijk met dat soort zaken wel eens te maken. En Fred die heeft gevraagd wie er mee wil doen. En er waren 9 ondernemers hier in de straat die zeiden van wij doen mee, heel spontaan. Mm-hmm. Een van die ondernemers is een man van de cafetaria, ja. André. Ja. En bij jou gaan de cursussen gegeven worden? Ik kan het wel opzetten, ja. En hoeveel belangstelling is daarvoor? Dat is, zover ik weet, op dit moment nog niet bekend. Ik neem aan dat de buurt daar nog voor benaderd worden. Ik mag toch aannemen dat de mensen erin willen weten dat er zeker belangstelling voor hebben. Hoe noodzakelijk is het dat er zo'n apparaat komt in de buurt? Dat zal mijn zin de praktijk uit moeten wijzen. Zolang er niets gebeurt, waar je dan maar op hoop moet, heb je het apparaat niet nodig. Maar is er wel wat, heb je in ieder geval wel ter beschikking. Mm-hmm. Want er is wel eens iets gebeurd in de straat? Nou, redelijk in de straat weet ik zo 1, 2, 3 niet, maar ik weet wel dat het bij ons in het restaurant wel enkele malen gebeurd is. Maar dat er dus toch een ambulance bij de pas komt en dan nu goed. Misschien kan dat apparaat helpen.